want we hebben vanavond de start van het open podium Jeugd 12 Plus in onze gemeente Leidschendam-Voorburg. Ja. En van waar dit initiatief? Is het jouw initiatief? Ja, maar ik heb het voorgesteld aan het bestuur van Talentenloods. En die zijn het eerste die enthousiast waren over het idee. Want we hebben natuurlijk van de zomer een zoekmachine gelanceerd met het Huygensfestival. Wat Frank Rozenberg in ontvangst heeft genomen, de eerste flyer. Dat alle ouders kunnen vinden wat er te doen is voor de kinderen. Maar ja, dat is, daarna moet je het natuurlijk ook laten zien op het podium. En dat is het volgende idee. Ik vind het een hartstikke leuk initiatief. We hebben als gemeenteraad in 2006 aan Angelique Schipper al een prijs gegeven om sportlessen te gaan organiseren. Het jaar daarop kwamen de muzieklessen bij en nu is het uitgegroeid tot een open podium. Ik vind het hartstikke leuk dat ze jonge kinderen zover krijgen dat ze allemaal hun talenten willen laten zien. Ja, het is een open podium van talentenloods. Dus ik vind toch wel, als je denkt van nou, dat is iemand die echt een talent is, dus die nog wat lang of wat korter speelt, nog niet zo lang speelt, maar wel al heel erg goed is. Of een beetje uitspringt wat presentatie betreft of speciaal is in wat dan ook. Want ja, daar ga ik op jureren. Originaliteit, musicaliteit en wat mensen leuk vinden om naar te kijken. En enthousiasme. Ja. Stichting Dans aan de Vliet, ja, wordt van dit jaar ook 5 jaar. We bestaan heel kort, maar we hebben ook in de gemeente heel veel projecten gedraaid. Tegenwoordig werken we ook samen met andere artiesten, dat is ook mooi, ook muziekverenigingen. Met Angelique Schipper zeker, want zij is onze vaste presentatrice van al 4 jaar dat we bestaan. En binnenkort hebben we in december een kerstvoorstelling. Dat is altijd tot nu toe of de Notenkraker geweest of iets met mooi met kerst. En 20 december is onze kerstvoorstelling die eerbetoon is aan Tchaikovsky. Omdat 2015 wordt 175 jaar gevierd. We hebben gezegd van we kiezen iedere avond 2 talents. 2 talentvolle optredens en die nodigen we nog een extra keer uit voor de slotavond in Theater Ludens. En dat wordt 16 mei. Ja, en dan denkt iedereen van ja, dat is een beetje een wedstrijd, maar dat is het eigenlijk niet. Het is bij deze avond en elke avond geldt voor zich. En daarnaast hebben we dan nog een extra mogelijkheid om hen op het podium te zetten. En dat is dan in Theater Ludens. Het zijn allemaal middelbare scholieren. Nou, ik heb zelf 4 kinderen in die leeftijd. Ik weet wel wat ze kunnen. En ik vind het heel leuk dat ze het hier ook gewoon in het openbaar willen laten zien. Ja, het is gewoon super. Want de meesten zitten eigenlijk op een muziekschool altijd met hun leraar en in hun eentje thuis voor de familie te spelen. En ja, nu krijgen ze de kans om dan toch voor publiek te spelen. En ja, dat ook echt wordt gezegd. Opbouwende kritiek van wat je goed doet en wat je misschien beter kan doen. En ja, om voor andere mensen te spelen is het natuurlijk superleuk. Wat de mooiste vond, dus na de bandjes werd gewoon goed en stoer. Ik vond de optreden van de akoestische gitaar, ja, van Bas, prachtig. Ja. Prachtig. Nou, je luistert naar de muziek en wat ik doe is altijd in beelden denken. Het is gewoon in beweging denken. Dan denk ik, oh, mooie muziek voor iets te doen met dans. Thank you.
Veerle de Haan. Bram Spaans. Piano, basgitaar en ik zing. Elektrische gitaar. En ik woon nu weer 10 jaar in Leidschendam. Uit Voorburg. Ik ben Bram, ik ben 13 jaar, ik hou heel erg van muziek. Ik ben Veerle, ik ben 15 jaar, bijna 16. Ik ben gitaar gaan spelen omdat ik... mijn vader die had vroeger een gitaar. Nou, ik vond piano altijd een heel mooi instrument, dus dat ben ik als eerst gaan doen. Another day in this carnival of soul. Ik heb gitaarles van een jongen van het conservatorium uit Amsterdam. Nou, we hebben op school elk jaar bandstand, een soort bandwedstrijd. Another night settles as quickly as it goes. Ik verwacht dat het een hele leuke avond wordt. Twee meisjes van onze school die hadden een mail gestuurd naar de muziekleraar bij ons op school. We hebben de naam Metta gekozen. Wij willen een band vormen. En Metta betekent in het Indonesisch de goede wil. Ik ben zelf een heel groot voorstander van metalcore, punkrock. The memories are shadows ink on the page. We zijn begonnen voor de zomervakantie, dus we zijn nog best wel nieuw eigenlijk. Maar dat is het leuke van onze band, we kunnen alle vier zingen. Ja, we zijn bezig met zelf nummers schrijven. We zijn nu een jaar bij elkaar als band. And I can't seem to find my way home. Want we zitten natuurlijk in die leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs. Dus 12 plus, daar kennen we heel wat mensen. En één moeder, die was zo enthousiast over haar zoon, daar ben ik mee begonnen. En haar zoon Bram Spaans, nou, die wilde ik dus wel eens horen spelen. Hij speelt samen met Jan Wieger en met Mert in het bandje Metta, dat is de jongensband. En nou, ze kennen elkaar eigenlijk heel kort nog maar. Ze zijn pas na de zomer met elkaar begonnen. En Jan Wieger geloof ik zelfs nog maar 2-3 weken geleden. We hebben gestimuleerd om het van de grond te krijgen, een soort aanmoediging. Daar hadden we ook als gemeente een prijs voor toen. Dat heeft Angelique Schipper toen gewonnen en daar is eigenlijk dit uit voortgekomen. Dus het is gewoon een heel leuk initiatief wat ze verder zelf helemaal trekt, maar waar we een klein duwtje hebben gegeven om het van de grond te krijgen. We zijn doorgegaan met samen thuis spelen af en toe. Gewoon een paar avonden in de week wat nummers spelen, of uit ons hoofd of gewoon voor de lol. En we hebben inmiddels een flink repertoire opgebouwd dat we kunnen spelen uit ons hoofd gewoon zo. Maar als er ergens een piano is en ik heb een trompet bij me, huppa, dan spelen we het. Speel je gewoon. Ja. We werken niet ergens naartoe, maar op school hebben we wel altijd ook een talentenavond. En meestal werken we daar altijd wel naartoe, omdat je dan gewoon voor de hele school mag optreden. Dus dat is meestal wel een soort van mijlpaal van dat we iets met z'n allen kunnen doen. Thank you.
En hoe kom je aan het repertoire? Is dat iets wat jullie samen uitzoeken? Of zeg je van, we doen een paar standaards en we improviseren een beetje? Ja, gewoon standaards uit het reelboek of zo. Of gewoon als iemand een leuk nummer hoort of zo. Of kent, met les bijvoorbeeld. Dan kunnen we voorstellen om wat te spelen en dan kunnen we dat gewoon doen. Ja, Miles Davis, dat heb ik ook. Die speelt ook met de harmony mute die ik bij Autumn Leaster net gebruikte. Dus dat is echt wel zijn klank geworden. En dat is natuurlijk een heel mooie, hoge, scherpe sound. Kinderen vinden het gewoon leuk om voor andere mensen op te treden. Volwassenen hebben daar meestal wat meer moeite mee, maar kinderen vinden dat toch wel heel leuk. Dus ik verwacht er heel veel van. Het einddoel voor mij is dat deze kinderen het durven om hun talenten te laten zien en ermee naar buiten durven treden en het gewoon doen. En daar hebben ze de rest van hun leven heel veel profijt van als ze dat durven. Strakker in dynamiek en volume. Wel weer echte meiden. Lekker een beetje griebelig. Dus met stip ga ik toch wel zeggen. Bas Wessels. Nou, wij dachten eerst dat de gemeente geen subsidies hier meer voor had, omdat het cultureel gebeuren in onze gemeente beperkt is geworden. Maar we hebben inmiddels te horen gekregen dat er wel subsidies zou kunnen zijn. Dus we hebben een aanvraag ingediend. En we hebben ook een heel fijn gesprek gehad. En we weten al dat Frank Rosenberg 16 mei op de slotavond zal zijn.